Ze hebben aangebeld, hebben geconstateerd dat ze de containers buiten hebben staan. De mensen zijn hier thuis. Dus door middel van dit kaartje en de terugbelverzoek kunnen wij hun uitleggen waarom ze in overtreding zijn, wat ze eraan kunnen doen en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Want het blijft niet bij een kaartje. De gemeente Breda gaat een stuk strenger controleren op de regels voor afvalcontainers in de wijk Tuinzicht. En voor wie zijn container vanaf volgende week te lang buiten laat staan, komen de kosten op een kleine 100 euro. Een boete van 90 euro, exclusief 7 uur administratiekosten, geloof ik. Ja. Wij gaan 3 weken lang waarschuwen. En daarna, ik ga vanuit dat iedereen dat weet. En dan gaan wij verbaliseren. We hebben dus een afvalstofverordening van de gemeente Breda. Daar staat in dat je de afvalcontainer op dezelfde dag binnen moet halen als dat de afval opgehaald wordt. Nou, in dit geval was het hier dinsdag. Het is nu woensdag, dus ze hebben daar niet aan voldaan. Een container mag alleen aan straat staan vanaf 8 uur op de avond voor de inzamelingsdag tot 8 uur 's avonds na inzameling. Daarnaast moet er een goed leesbare adressticker op zitten en uiteraard moet het afval goed gescheiden worden. De container is in 2 delen verdeeld. Het achterste gedeelte is eigenlijk voor het huishoudelijk afval en het voorste gedeelte is voor eventueel tuinafval. Dus wat de mensen eigenlijk moeten doen is deze vuile zakken naar de achterzijde verplaatsen. Ja, met het gevolg dat ze nou met een volle container zitten. Deze mensen hebben al 2 keer een waarschuwing gehad en 2 keer geel gehad. En bij de derde keer hebben zij een rode kaart. En dat betekent dat de container niet leeg wordt. Dan moeten zij contact opnemen met de gemeente. En vanaf volgende week kunnen deze buitengewoon opsporingsambtenaren ook boetes uitdelen bij overtredingen. Het is nou nog niet verbaliseren, maar het is echt mensen waarschuwen en bewust maken van haal uw container tijdig naar binnen. Want hij kan, ze kunnen ermee gaan rommelen, jongelui, of ze kunnen hem gaan verplaatsen, omgooien. Hij kan tegen de auto's aan geraken, hij kan kwijtraken. Voor het zicht van de buurt. Hè? Het doel is natuurlijk dat door het uitdelen van boetes de mensen zich beter aan de regels gaan houden. Er zijn zoveel meldingen binnengekomen dat de containers, heel veel containers, aan de openbare weg blijven staan. Wij zijn hier de wijk aan het verschonen en netjes maken.